De rekenvolgorde met negatieve getallen. En dat is lastig, want je ontstaat opeens, soms opeens een dubbele min of zo. Dus je moet er heel goed je hoofd bij houden. Je moet een paar dingen weten. Je moet weten hoe de volgorde werkt. Dat je als eerste doet de haakjes, dan keer en delen. Maar delen, dat heb je nog niet gehad met negatieve getallen. En dan plus en min van links naar rechts. Dus min en plus zijn even belangrijk. Dan moet je verder nog weten hoe het zit met keer met negatieve getallen. Min keer een positief getal, een negatief getal keer een positief getal, dan is het antwoord negatief. Je kijkt hier dus naar wat wordt het antwoord. Is het bij keer? Is het plus keer min? Dan is je antwoord ook negatief. En dan hebben we tot slot nog min keer min, dan is je antwoord positief. En plus keer plus natuurlijk ook, maar dat wisten jullie al in groep 4. Nou, dit is wel iets dat moet je weten om de sommen te kunnen maken. Dan gaan we beginnen. En scroll gewoon door naar de som die jij wil zien, hè? Zo. Daar gaan we. 11. En ik moest het filmpje even overdoen, omdat ik een overneemfout had gemaakt. Ik was deze min vergeten. Zo. Ik zag het net te laat, anders had ik het gauw kunnen herstellen. Zo. En wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu eerst de keer doen. Want keer gaat voor plus en min. Dus we gaan de keer doen. En dan krijg je dus hier. Die moet even dunner. Dan krijg je hier. Oh, dat is wel heel dun. Is wel heel dun. Zo krijg je min 33. En hoe kom ik daar nu op? Nou, je doet plus keer min. Dus dan weet je al dat het antwoord min wordt. Dus als je zo ziet staan, 11 keer min 3, dat is het eerste wat we moeten doen. Dat is het eerste wat we moeten doen, 11 keer min 3. Dan gaan we eerst kijken, wordt het positief of negatief? Nou, het is min keer plus. En plus keer min, min keer plus wordt negatief, dus mijn antwoord wordt negatief. En dan doe ik gewoon nog 3 keer 11. Dat is dan alles nog. 3 keer 11 is dus min 33. Dan neem je de rest over. Hij mag in één keer die keersom erachteraan, maar veel vinden dat lastig, dus daarom doe ik dat nog even niet. Ik ga het nog niet te moeilijk maken voor degene voor wie het anders te snel gaat. Dan doen we deze keer. En dan krijg je dus 8 keer min 4, nou plus keer min wordt min. Met letterrekenen, dan krijg je op een gegeven moment de situatie, de min hoort bij wat erachter komt. Dat is een heel ander verhaal, daar ga ik het nu niet over hebben. Dus doe nu gewoon zo. Plus keer min wordt min, maar let op, hier stond nog een min. En als je keurig netjes onder elkaar uitwerkt, dan vergeet je die min sneller. Dan vergeet je de min minder snel. Zo zeg ik het goed. Zo. En nu zijn er een aantal die hebben deze min niet. En dan krijg je dus min 33, min 32. Maar nu, ja, die min, die staat er wel degelijk. Dus deze min min, dat wordt plus. Dus zorg altijd dat je genoeg regeltjes open laat, hè. En ik zeg ook altijd, dat kost je wel schriften, maar ik heb er altijd liggen. Ik kom gewoon even langs. Dus dan krijg je min 33 plus 32. Nou, en dan moet je weer even heel goed je hoofd erbij houden. Je zit op min 33. Je telt er 32 bij op. Dus dan ga je de 32 omhoog. En dan kom je uit op min 1. Je gaat dus niet uitkomen op min 65. Dat is fout. Dan ben je of de verkeerde kant op gegaan, dat je denkt dat je hier naar beneden moet. Of je bent deze min vergeten. Of je hebt dit verkeerd gedaan. Dan gaan we naar som B. Het juiste antwoord is min 1. Dan gaan we naar som B. Mijn laptop is een beetje beu. Die hapert. Ja. Dan gaat het beter, denk ik. Min 2 eraf 3 keer 4 eraf 5 eraf 6. Ik zeg even eraf om het verschil te voor jullie fijner, denk ik. Verschil tussen min en zo. Nou, nu moeten we altijd doen wat tussen haken staat. Daar beginnen we mee. Nou, en als ik dit met tussen de haakjes wegwerk, dan krijg je dus 4 min 5. 4 min 5 is niet 1, maar is min 1. Want we hebben er 4. Ja, daar wil ik er 5 van afhalen. Dan heb ik er eentje tekort. Dus min 1. Nu ga ik de rest overnemen. Keurig recht zo naar beneden. Dus min 2 eraf 3 keer min 1 min 6 is gelijk aan. Dan gaan we nu de keer doen. Dus niet eerst min 3, min 2 gaan doen. Dat is niet goed. Nee, we gaan eerst keer doen. Want keer gaat voor. Dus dan krijg je 3 keer min 1. En 3 keer min 1 plus keer min wordt min. 3 keer min, dus, en 3 keer 1 is gewoon 3. Niet 1, maar 3 keer 1 is 3. En dan neem je de rest weer over. Min 2. En let nu op, deze min niet vergeten. Min 6 is gelijk aan. Nu moeten de dubbele tekens weg. Dus die min, min. Dat wordt plus. En dan moet je overnemen. En ik hoop dat ik dat net ook gedaan heb. Dat weet ik even niet meer. Ik
Ik hoop dat ik dat gedaan heb. Min 2 plus 3 min 6 is gelijk aan. En dan krijg je dus zo, min 2. Min 2 plus 3. Ik krijg hem niet even naar een ander kleurtje. Dat is 1. Want je hebt het 2 tekort, je telt er 3 bij op, dat wordt 1. Min 6 is gelijk aan min. Oh, dat is niet meer te zien. Min 5. En waarom wordt het nu min 5? Het wordt min 5. Je hebt er 2 tekort, je telt er 3 bij op, dan zit je op 1. En nu heb je er 1 en dan ga ik er 6 van afhalen. Dan heb ik er 5 tekort eigenlijk. Dus daarom min 5. Dan gaan we naar som C. Som C. Ik heb hem even opnieuw opgestart. Als het goed is, zijn dan mijn problemen voorbij. Min 7. Ja, hij is beter. Min. En dan 2 min 5. Keer min 4. Let goed op die minnen. Want ik als hier dus eentje vergeten, dan moet je het helemaal opnieuw doen. En ook als je hier een fout hebt, hè, bij dit type som, kijk dan eerst even terug, heb je hem goed overgenomen? Want daar zit vaak... Ja, er zit ook vaak een foutje, dat je gewoon ergens een minnetje bent vergeten. Nou, eerst wat er tussen de haken staat. Wat staat tussen de haken? 2 min 5. Nou, 2 min 5, je hebt er 2, haal je 5 af, dan wordt het dus min 3. Dan krijg je hier dus min 7, eraf, min 3, keer min 4, plus 9, is gelijk aan. Je kunt het op twee manieren doen. Je kunt zeggen, ik doe min 3 keer min 4... Maar wat jullie denk makkelijker vinden, is even die dubbele tekens weghalen. Dan struikel je minder over de midden. En dan wel overnemen, dus min 7 plus 3. En ik hoop dus echt dat ik dat bij die vorige ook gedaan heb, maar ik kan het nou niet meer zien. Is gelijk aan. En dan gaan we nu de keer doen. Want keer gaat voor plus. Dus deze gaan we nu eerst doen. En dat wordt min 12. En dan krijg je dus min 7 plus min 12... Plus 9 is gelijk aan. Zo, sorry dat er soms een sprong in mijn filmpjes zit. Maar ik vind het voor jullie zo zonde van jullie tijd. Hoe jullie moeten aanzien. Mijn geklungel dat ik het groter of kleiner moet maken. Dus dan krijg je min 7. Min 12 plus 9 is gelijk aan. Nu zijn er docenten die zeggen. Nu mag je meteen het antwoord zetten. Maar de meesten die willen eerst dat je doet. Min 7 min 12 is min 19. En dan de rest weer overnemen. Plus 9. Zie, dan doet hij met de kleurtjes ook beter. Net als ik zo gehandeld met mijn kleurtjes. Min 19 plus 9 is min 10. Dan gaan we naar som D. Min 3. Eraf. 3 min 3. Oh, dat wordt leuk. Want 3 min 3 is 0. Dat gaat leuk worden. Zo. Keer 3 min 3. 0 is natuurlijk eigenlijk een heel mooi getal. Hè? Als je ergens bij optelt, blijft het zichzelf. En doe je keer iets, dan heb je gewoon niks. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel mooi getal. Dan... krijg je 3 min 3, dat is 0. En nu neem je alles van voor naar achter weer over. Min 3, min 0, keer 3, min 3 is gelijk aan. Nu krijg je 0 keer 3. En 0 keer 3, en waarom 0 keer 3? Nou, keer gaat voor min. Dus we doen hier de eerste keersom, en dat is 0 keer 3. En dat is 0, niet 3, niet 1, 0. Iets keer 0 is altijd 0. Dus... Dan weer de rest overnemen en werk keurig netjes onder elkaar. Dan vergeet je geen minnetjes naar beneden te halen. En nu krijg je min 3, min 0. Ja, dat is gewoon min 3. He, als je min 3 hebt en je haalt er niks vanaf, dan hou je gewoon min 3. Min 3 is gelijk aan. We hebben de min 3, we zakken er nog eens 3. Kom je uit op min 6. Oeh, die is bijna niet meer te zien. Ik kan iets kleiner schrijven dat ik net oppas. Min 6, past net. Dan gaan we naar som E. En dit zijn vaak hele lastige sommen. Deze lijken makkelijk omdat het allemaal met 3 is. Maar juist omdat het allemaal met 3 is, moet je heel goed opletten waar staan wel punten, waar staan geen punten. Dus juist dit type som is juist gemener eigenlijk. Dus altijd even heel goed je hoofd erbij houden. Dat zeg ik eigenlijk ook voor mezelf, want ik merk dat ik hier heel snel iets vergeet. Keer min 3, min 3 is gelijk aan. Nou, het eerste wat je hier doet is keer, maar er staan er meer in de keer. Dan mag je niet... En één keer hiervan maken min 27. Ik denk niet dat dat van jullie docenten mag. Van mij mag het sowieso niet. Nou, hoe moet je het dan doen? Nou, gewoon alsof het... gewoon stap voor stap. Iedere bewerking één stap. De bewerking is bijvoorbeeld keer of delen of plus of min. Hè? Dus hier heb je 3 min 3 keer min 3. Nou, min keer min. Dan is je antwoord
Positief. Dus je antwoord, dat gezichtje. Dus je antwoord positief. Dus dan doe je gewoon 3 keer 3 is 9. Dan neem je de rest helemaal over. 9 keer min 3, min 3 is gelijk aan. Nu gaan we de keersom doen. En niet omdat die vooraan staat, maar omdat keer voor min gaat. Dus krijg je 9 keer min 3, ofwel plus keer min. Nou, plus keer min wordt min. Dus dan krijg je min. En dan krijg je er gewoon nog 9 keer 3 is 27. En dan halen we de 3 af. En dan kom je uit op min 30. En dan de laatste. Wel gezellige sommen, vind ik. Ja, zolang ze geen breuk in doen, dan moet je zo opletten. Min 3 keer min 3, min 3 keer, oh ja, keer min 3, min 3, keer min 3. Nou, als je nu hier heel handig in bent, dan zijn er ook docenten die zeggen, je mag dit, die keer, allemaal in één stap doen. Dus deze, deze, deze. En dan die minnetjes tussen zetten. Dat mag. Maar ik verwacht dat de meeste docenten nog heel voorzichtig daarin zijn met jullie. En dat ze zeggen, nee, doe maar stap voor stap. Dat zijn van dingen moet je even je docent vragen. Bij mij mag het allebei. Maar de reden dat ik het toch zo laat zien, is omdat dat te volgen is. Omdat dan altijd hetzelfde werkt. En dat is eigenlijk voor iedereen te volgen. Althans, hoop ik. Min keer min. Min keer min, dan krijg je dus een negatief getal keer een negatief getal. Dan is je antwoord positief. Min keer min is plus. Dat heb je misschien wel eens gehoord. Min en min wordt plus. Min keer min wordt plus. Dus dan doe je gewoon 3 keer 3. Is 9. En dan neem je de rest over. En let goed op. Echt iedere min, iedere punt en recht naar beneden. Sorry. Zoveel mogelijk recht naar beneden gaan werken. Nu gaan we weer keer doen. Nu doen we 3 keer min 3. Waarom? Dit is de keer gaat voor de min. En dit is pas aan het eind die keer. Die doe ik pas aan het eind. Dus je krijgt hier positief keer negatief. En dan krijg je dus negatief. Dus dit is min 9. Maar let op, er stond al een minnetje. Er is een andere manier, maar die wil ik liever niet laten zien, omdat ik bang ben dat ik dan een rest overneem. Dat ik sommigen in de war breng. Een andere manier is min 3 keer min 3 doen en dan wordt het plus 9. Maar dat vind ik heel ver gaan. Dat is meer straks bij het rekenen met letters. Ik doe het voorlopig maar even zo. Dit is veiliger. Dit is echt veiliger. Je moet wel goed dan op de minnetjes letten, maar het is veiliger. Dan weet je ook echt goed wat je aan het doen bent. En zo doet het boek het ook, dus dan hou ik dat aan. Nou, dan weten jullie inmiddels al van mij. Dan wil ik nu dat die dubbele tekens weggaan. Oh, ik vergat hem te pauzeren. Nou ja. Dat die dubbele tekens weggaan. En daar maken we eens even een plusje van. En dan moet je hem nog een keer overnemen. En dat moet vrijwel bij iedere docent verwachten, hoor. Min 3 keer min 3 is gelijk aan. Nu gaan we die laatste keer doen. Daar zijn we nu bij aangekomen. En ik doe bewust dan weer een accolade, dan weer zo. Want de een vindt dit fijner, de ander vindt dat fijner. En zo doe ik voor ieder wat, hè. Nou, dus dan krijg je 3 keer min 3 plus keer min wordt min. 3 keer 3 is 9, dus dit is min 9. Maar er stond nog een minnetje. Er stond nog een minnetje. Dus 9 plus 9 min 9 is. Ja, en nu moet je hier weer een plusje van maken. En dan krijg je. Ja, ik ga het toch even kleiner maken. Nu moet je hem wel weer overnemen. En ik denk als jullie het hier zouden vergeten. En als jullie hier gelijk het antwoord zouden doen na zo'n lange som. Ja, dan kijk ik soms wel net alsof ik het niet mis. Dat je dan deze stap vergeet. Maar officieel moet hij er gewoon bij. En dan krijg je 9 plus 9 is 18. Plus 9 is 27. Bij mij werkt het zo, en dat is bij meer docenten. Eigenlijk moet iedere tussenstap, maar als er zoveel zijn, dan zeggen wij wel eens: ja, als je dan een kleintje vergeet, dan zien we dat door de vingers. Wat was nu sneller? Dit. Min 3 keer min 3, min 3 keer min 3, min 3 keer min 3 is, pas dat erop, hoe net, dat je zegt: ik pak deze. Ik pak deze en ik pak deze. Dit is 9. Dit is min 9 en dit is min 9. En dan zet je daar die minnen zo nog tussen. He, dus ik heb eerst de keer allemaal gedaan, zet die minnen tussen. Doe het eigenlijk in één keer. Dan maak je hier in één keer van 9 plus 9 plus 9. Ja, en dan kom je uit bij 18 plus 9 is 27. Deze manier alleen doen als je hem goed beheerst en als het van je docent mag. Dit is echt de. Ja, de trage, slome manier, maar wel voor iedereen te volgen, denk ik. Hoop ik. Ja, nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!